moet je met elk mens kunnen omgaan. Moet je met elk mens goed kunnen omgaan? Ik ben geen mens van moeten. Dat is al een begin. Ik ben geen moeder. Hè? Maar ik denk dat het toch geen slechte levenshouding is om de heel verschillende mensen die ons omgeven wat te leren begrijpen. Dat is toch wat de psychiater natuurlijk doet, maar wat eigenlijk een goede levenshouding is. Dat is als iets moeilijk lijkt, als mensen ideeën hebben waar we van schrikken of waar we niet mee akkoord zijn of die anders zijn, om dan belangstellend te gaan kijken wat dat betekent. Mm-hmm. Hè? Dat heeft te maken met het anders zijn van de ander. Ja? Als we allemaal hetzelfde zouden denken, was het leven niet interessant. Mm-hmm. Het is door anders te zijn dat we curieus kunnen zijn. En we zeggen van, tja, waarom denkt die mens dat hier? Hè? Ik geef altijd het voorbeeld, als er in mijn praktijk een extreem racistische mens binnentreedt, dan ga ik niet zeggen, ga weg, jij hufter. Dan ga ik zeggen, zet u en vertel. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? Hoe is uw leven gelopen? Dus laat ons toch proberen, op zijn minst proberen, te begrijpen. Ik denk dat we met hersenen begiftigd zijn om te proberen begrijpen. We zijn allemaal mysterie voor elkaar. Ja. Maar het proberen te begrijpen is een opdracht. Hè? En ik wil daar heel ver in gaan. Ik denk dat de psychiater doet dat, maar ik denk dat dat ook een opdracht is voor de medemens om ook de meest onbegrijpelijke dingen toch achterna te gaan. Maar in onze eigen vriendenkring, ik heb de ervaring dat het ook een opluchting kan zijn om sommige verbindingen te verbreken ook. Ja, dat zal wel, maar dat is toch altijd een plan B. Ja. Ik zou, natuurlijk moeten we het leefbaar houden en zo, maar ik zou toch altijd gaan voor proberen. Ja, echt waar. En kijken wat er aan de hand is. Want we kunnen ons toch ook erg vergissen. Hè? Zeker. Met incidenten of met emotionele reacties. Ik zou toch altijd bedachtzaam en voorzichtig tijd nemen. Maar heb je nooit in je eigen privéleven dat je kan denken, dit contact is zonde van mijn tijd aan het worden? Ik denk diep na. Ja, maar ik ben zo druk bezig dat het soms goed is dat ik een beetje zonde van mijn tijd kan hebben. Het is ook weer raar, maar echt waar. Ik ben zo druk en soms functioneel en efficiënt en voor mijn werk bezig, dat het goed is dat ik eens een avond met een oude vriend kan zitten en denken van, goh, eigenlijk is dat allemaal niet zo extreem boeiend of zoiets, maar laat het maar zijn. Dat is het leven. Ik denk dat dat voor mij zelfs een heel goed werkpunt kan zijn. Ja, ja. Ja. Maar wat jij zegt, dat het goed is om proberen een ander te begrijpen, dat is ook goed tegen de neiging te denken, die man is niet lekker. Hè? Want zo maken we mensen ook zogenaamd onschadelijk. Dat we denken, natuurlijk, Trump is zo extreem, hij is niet goed. Dat is wat de psychiatrische diagnostiek ook doet. Ja. Mensen bestempelen, stigmatiseren, veroordelen en opzij schuiven. Ja. Dat is tegen alles waar ik voor sta. Dat is ook gevaarlijk misschien. Natuurlijk. Het wij-zij-denken is een oorzaak van veel maatschappelijke problemen. Laten we mensen proberen te begrijpen, wetende dat dat nooit lukt. Dus de mens is een mysterie dat we niet kunnen vatten. En daarom moeten we hem niet verwerpen. Daarom moeten we altijd blijven proberen en blijven curieus zijn. Ja, ja. Denk ik. Heb je je wel eens enorm vergist? Dat je zeg maar, iemand binnen ziet komen en iemand blijkt toch heel anders te zijn? Ja, ik heb al vaak meegemaakt dat iemand heel anders blijkt te zijn. Maar ik zou het geen vergissing noemen, want ik ga er al van uit. Ja, je gaat ik ga ervan uit dat het eerste contact van mensen niet altijd is waar het om gaat en zo. Dus ik probeer, ik luk daar soms niet in, hè, maar ik probeer toch een open geest te hebben. Ik probeer een open voorhoofd te hebben waar alles onbevooroordeeld kan binnenkomen, probeer ik. Maar een heel groot achterhoofd met heel veel gedachten en heel veel geschiedenissen waar ik dan beroep kan op doen. Ja. Zoiets. Dus het is niet moeten, maar probeer ieder mens te begrijpen. Zoiets. Bedankt. Wat is uw antwoord op deze levensvraag? Laat het ons weten op onze Facebookpagina.